is dit? Dit is allemaal oude roestige troep, man. Ik kan het gewoon niks bij. Kom er vandaan, joh. Wat doen we hier? Hé, Giel. Hey man. Wat is het nou, joh? Dit is allemaal gewoon oude troep. Ja, het is oude troep, maar als je er geen stof mee doet, dan wordt het design. Wat? Design? Het is geen troep, het is geen afval. Het zijn mooie dingen. Makkelijk gezegd, maar ik zie hier echt niks in. Wat kun je hier nou mee doen? Ik tover hier heel trots van, dat beloof ik. Hoe zijn jullie eigenlijk begonnen? Op een gegeven moment liepen wij met z'n tweeën in Deventer op een markt. En daar zagen wij een oud olievat staan. En ik zei tegen Giel van, nou, kunnen we daar niet wat mee gaan doen? Ik zag gelijk in zijn ogen zag ik een enthousiasme van, ja, inderdaad, daar kunnen we veel leuke dingen mee doen. Daar kunnen we misschien wel een lamp van maken. Hè? Dus wij hebben bij een boer hebben wij een oud olievat opgehaald. Een lampje van gemaakt, op Facebook gezet. En er was zoveel animo voor dat we dachten van, ja, hier moeten we mee verder. Nee, maar dat is natuurlijk heel nobel om van afval dan nieuwe dingen te maken. Maar als je voelt van dat ding daar een lamp maakt, hoeveel zou dat dan kosten? Nou, als je die op straat ziet liggen, zou je misschien denken van, daar lopen we langs heen. Ja. Wij maken er een lampje van. En dat levert al gauw €250 op. €230. Veel meer waard. Dat geld niet. Hé, wij zijn vrienden, toch? Misschien kunnen we deze gewoon meenemen. Kijk mensen, dat ding is enorm! Hey! Al enig idee wat het moet gaan worden? Barbecue. Een soort boekenkastje. Een terrarium. Een terrarium. Doe je zo'n glazen plaat hiervoor? Een konijnenhok. Maar het is nog steeds niet echt in de buurt. Het heeft wel te maken met dieren. Een hondenland! Een hondenland. En om hem af te maken, een handgemaakt, gerecycled. Oh, dan wil je toch een hond zijn? Spijkerstofkussentje. Dan moet je kijken, 53.000 mensen liken deze foto. En het was gewoon afval. Dit is gewoon zeg maar wat mensen weggooien. En toch vinden zoveel mensen dit nog te gek. Dus moet je nagaan wat je met afval kunt. Wat krijg je hiervoor dan? Nou, zoals die hier staat, met het spijkerstofkussen erin, moet je ongeveer denken aan €300. €300? Ja. But she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke. Oké, Giel, wij zijn helemaal mee. Wij gaan ook iets maken van iets creatiefs. Ja, jullie zijn enthousiast. Ja, ja, zeker weten. We dachten, als we dit nou pakken, dan kunnen we wel iets moois maken. Ja. Dat is een beetje jammer, jongens. Dan gaan we zelf een lamp van maken. Maar wij gaan vaak naar oude ijzerboeren, naar rommelmarkten, naar boerenerven. En daar zoeken wij onze materialen. Waar moeten we op letten dan? Waar moet je op letten? Ik zou kijken naar vorm, kleur, of iets echt oud is. Vorm, kleur, oud. Ja. Sorry, maar hoe gaan we van deze zooi iets maken? Oké, maar we moeten gewoon een beetje denken als Giel en Gijs. Die maken echt voor alles iets. Ja, maar ik kief dit. Ik bedoel, wat wil je hiervan maken? Een bril. Ik kief een geluksbril. En hierheen zie ik alleen nog maar mogelijkheden. Dit kan een kraan worden. Oh nee, maar kief die. Doe daar boven dit. Hier, kijk. Dat kan. Oh, ik zie het. Dit is een lamp. Ja! Oké. Okay, pak hem even. Ja. Ja. Ja, ik kan er niet bij. Lekker bezig, drie kant op. Ja, niet zakken. Komt-ie. Oh, daar gaat-ie. Oké, ja. Lekker, Kiefie. Alsof je het elke dag doet, joh. Weet je waar het hier naar ruikt? Nou? Naar money, naar toekomst, naar geld. Kijk eens. Zo. Money. Oh. Zo. Aan de slag. Zo. Yes. Hij is klaar. Yes. Hij is klaar. Zo. Het is echt een brute lamp geworden. Echt super tof. Gijs. Hoe gaan we geld maken? Ja, een mooi fotootje maken, Facebook knallen, kijken wat de animo is, kijken wat de mensen van vinden. Reclame. Echt reclame maken. Reclame maken. Ja, gewoon. Dus inderdaad social media. TV, toch? Precies. Groot. Krantje. Krantje. Radio. Het einde van de tunnel. Een lamp die je 2 leeuwen gezien. Ja. Ga voor meer foto's, informaties en prijzen. Prijzen. Naar kieferenlinkenproducties.nl. Ja, heel veel kopen, heel veel lampen kopen.